Lovely. Laat eens even zien. Buru cantik Naomi Che lagi ulang tahun hari ini, jadi kita barbekyuan. Vandaag 12 juni, mijn dochter jarig. Ik wil graag voor haar een lekker barbecue prepareren voor haar en de vriendinnen. Ze gaat saté maken. Je kan alles volgen via de video. Dus dan gaan we lekker aan de slag. Barbecue en daarna zometeen de saté. Ja, dan gaan we beginnen. Hier hebben we de ingrediënten voor saté Boemboe Bali. Zout, suiker, kippenbouillon, grof gemalen zwarte peper, gemalen koriander, rode ui, laos, gember, knoflook, kemerinoten, citroenblad, salamblad, rode peper en kophaas in mooie stukjes gesneden voor de saté. Even ter info van de citroenblad halen we altijd het middelste, de nerf eruit. Die is hard en taai en dat is niet lekker om die erin te hebben. Even het voorbeeldje, zo haal je dit eruit. Zie, ik hoop dat het te zien is. Ja. Dit geheel op de salamblad na doen we blenderen en die mixen we samen met de kophaas voor de saté. Ja. Maar eerst gaan we dus de ingrediënten gaan we blenderen. Die gaan we even bakken zodat het mooi één geheel wordt om goed te kunnen mengen met de kophaas. Dan gaan we de ingrediënten gaan we frituren om te even zorgen dat we olie goed heet is. Dan kunnen we de geblenderde ingrediënten erin doen. Samen met de salmbladen ook. Zo. Grof gemalen zwarte peper. De gemalen koriander. Suiker, de zout en de kippenbouillon allemaal samen. Goed mixen. Dit ga je eigenlijk zo lang doorbakken totdat al het vocht eruit is en eigenlijk alleen maar de olie ervan overblijft. Dan heb je een mooie droge boemboe. Dus dit kan even lekker zo opstaan. Af en toe even goed roeren. Voor het frituren van de ingrediënten mag je flink wat olie gebruiken. Dat is helemaal niet erg, dat is helemaal goed. Een mooie kleur het heeft. Nou, zoals jullie zien, hè, wordt hij al wat droger. Gaat al de goede kant op. Kun je het vuur ook wat lager hebben. Nou zie je dat over het gehele oppervlakte van de pan zie je alleen nog eigenlijk een beetje de olie. Dat betekent dat die goed is. Op dat moment kan je het gas uitzetten en de ingrediënten laten afkoelen voordat je hem gaat mengen met het vlees. Dus laten we die eerst afkoelen. Zoals je ziet is de boemboe mooi afgekoeld. Je ziet ook maar dat hij wat droog is. Wat je nou doet, of wat we nu doen, is dat we de vlees gaan toevoegen aan de ingrediënten. Zo. Hoppakee. En dan gaan we lekker mixen. Goed mengen, zodat alle ingrediënten goed tussen het
vlees zit. Het mooie van dit gerecht, van deze saté, is je kan veel voorraad maken en dan gewoon invriezen, verdelen, invriezen voor een volgende keer. Je krijgt er ook geen smaakverlies door. Dus ideaal voor de barbecue. Zodra dit allemaal goed gemengd is, moet je nog een nachtje laten rusten in de koelkast, zodat de ingrediënten goed in het vlees kunnen doordringen. Ruikt het lekker. Dus zorgen dat de ingrediënten goed tussen het vlees zitten. Het nachtje laten rusten. En dan kan je ze de volgende dag aan het stokje rijgen. Voor de exacte hoeveelheden voor in de ingrediënten kan je in de omschrijving van het filmpje kijken. En natuurlijk liken, subscriben en als je er zin in hebt, commentaar achterlaten. Zet vooral even de melding aan, zodat je precies weet wanneer het volgende recept online komt. Tot morgen, dan zul je ook zien hoe ik ze aan het stokje rijg. Zoals jullie in de video hadden gezien, gisteren heb ik al de marinade gemaakt. De kophaas heb ik gemengd. Ik heb een nacht laten rusten in de koelkast. Dan gaan we nu alles aan de stokjes prikken. Dus, zoals je ziet, kijk eens aan. Mooi. Ik moet hem eerst nog even goed doorroeren, want je ziet dat hier alle vetten en alle marinade ze nog zitten. Dus we gaan hem eerst even goed doorroeren. Dat gaan we natuurlijk niet allemaal opeten vandaag, dus ik ga genoeg stokjes voor vandaag maken. En de rest doe ik in zakjes en in de vrieskast. Dat hebben we nog voor een volgende barbecue. Dat is het mooie van alles van tevoren maken. Je wil zorgen dat je van tevoren je handen heel goed wast. Nou ga ik het even verdelen van wat ik vandaag ga gebruiken. Dus om erbij, het ligt aan de grootte van dat stuk vlees. Doe je er 3 of 4 per stokje. Ja, ik schep er gewoon wat in. Wat ik overhoud, dan doe ik terug in vries. Dus deze er weer op. Doe ik het straks even verdelen in zakjes. Ja, gewoon in mooie vrieszakjes. Met een zipsluiting. Dan hebben we deze. Zo. Dan hebben we hier de saté stokjes. Zoals je ziet, die heb ik even in het water liggen. Ja, dan kan hij wat water opzuigen, zodat ze op de barbecue niet verbranden. Zo, kijk eens. Hoppakee. En dan kan ik ze mooi, heb ik een mooi bakje. Dan kan ik ze indoen. Dan kan ik ze even daarin leggen zometeen. Zo, dan gaan we beginnen. Pak je een stokje. Ja, dan pak je gewoon een stukje vlees en die prik je er zo mooi doorheen. Hup. Een beetje ruimte ertussen laten, dan wordt die tussenin ook gaar. Anders wordt die niet goed gaar. Zo. Zo. Zo, die mag je niet helemaal erin. Nou, kijk eens. We hebben een mooie saté. Hey. En zo doe je de rest ook. Ja, als je ze allemaal klaar hebt, dan, zoals ik nou ook heb, dan kan je beginnen met barbecue. Als jullie het zelf thuis willen proberen, heel veel succes. En dan ga ik nu beginnen met barbecuen. Doei doei! Ja, we zijn de verjaardag van onze dochter aan het vieren. En een lekkere barbecue. Als je ziet, hebben we aardig wat vleesjes staan. Ja.
Ja, gewoon een lekker barbecue worstjes. Saté. Hier. Er komt ook nog een keer als recept bij Dapo Maak Met. Hamburgers. Natuurlijk de saté bonbon Bali. Kippie vleugeltjes. Saté-saus. Deze saus is speciale saus à la de Weger. Het recept is nog geheim. Misschien ooit een keer. Ooit. Misschien niet. Ooit komt een keer. Goeie kennis van ons is er gek van. Natuurlijk, stokbrood mag niet missen. Salade. Aardappelsalade. Sambal Iter Iter of sambal Andaliman. En lekkere sambal voor bij de eventuele saté Bumbum Bali. En natuurlijk rijst, om niet te vergeten. Het vlees wat erop ligt al. De Babi Panggang. Hamburger. Saté ayam. Saté ayam. Moet hem even draaien. Nah, ini dia ayam yang diungkep kemarin. Kita barbecue. Dengan sayurko. Sate bumbu Bali enak banget. Jadi jangan lupa ya, resepnya ada di channelnya kita. Enak banget, benar. Yep. Enak sekali. Bener-bener maus. Bumbunya itu ngeresep. Enak banget. Pak Smit emang pinter. Ik wel. De rijst is genoeg. Ja, we hebben nog rijst, we hebben nog slag. Maar de slag, we hebben nog broodje. Broodje is dan op zo'n smaaien. Non halal. Non halal. BABI. Babi. Ada salade. Aku ada sambal iter-iter ini. Jadi gak dikata barbecue, sambal iter-iter harus bau-bau Batak dan bau-bau kampung itu harus ada. Gitu, ada daun-daunan. Jadi kita hari ini manggagat juga. Jadi selamat makan ya. Pertama sambal Andaliman. Nyam-nyam. Makan pakai kaki. The worst. Lekkerste worst. Het komt ook van de Aldi. Maar misschien geen reclame maken. Ja, wat denk jij? Het is echt lekker. De saus moet je strooien. Ik heb niet aan de riemen. Ja. Dat weet ik niet. Dit is lekker. Ja, je moet er ook.